Het Seur-collectief die exposeert in de grote kerk in Beverwijk op het Kerkplein. Het is een kerk die niet meer dienst doet als kerk zijnde zelf met diensten, maar zeker geschikt is voor andere doeleinden, waaronder dus een expositie. En naast mij staat Ton Cabaret. Dankjewel Ton dat je even ons te woord wil staan. Je bent een van de initiatiefnemers van dit project, maar zelf ook een kunstenaar. Ja, dat klopt. Ik ben een van de 4 die hier nu exposeren. En dat is ook het bestuur van Zuurkool, spreek uit Zuurkool, het surrealistisch collectief. En daarbij horen nog 8 à 10 mensen die misschien over een paar maanden hier nog ook weer zo'n tentoonstelling gaan doen. Hoe is dit tot stand gekomen? Is dit vanwege het hele corona, we maken van de nood een deugd? Of is dit al iets wat al in het vat zat? In het zuurkoolvat bijvoorbeeld? Het zat al in het zuurkoolvat, ja. Ja, we proberen eigenlijk om één keer per jaar als groep ergens te exposeren. En de club, Zuurkool, bestaat eigenlijk al, geloof ik, een jaar of 10 of zo. En sinds een jaar of 5 zit ik er ook bij. En sindsdien hebben we al op hele leuke plaatsen geëxposeerd. In het Surrealistisch Museum in Coevorde. In de Universiteit van Münster. En dat is zeer vereerd, want dat is wel dé plek als je wat wil. En waarom is dat dé plek, Ton? Nou, omdat het House der Nederlanden is, van de Universiteit Münster is een belangrijk Nederlandse van oorsprong bibliotheek daarom. En ze besteden veel aandacht aan kunst. Bijvoorbeeld voor onze tentoonstelling moesten de kinderen van de lagere scholen van de dorpen in de omgeving moesten naar de tentoonstelling en moesten er ook een opstel over schrijven. Ja, waar vind je dat in Nederland? Ja, wel heel mooi. Waarschijnlijk ook een heel mooi iets om misschien iets hier eens te gaan introduceren op een mooie manier. Ja, dat zou leuk zijn. Dus daarom proberen we er ook wel zoveel mogelijk aandacht voor te genereren. Sowieso voor kunst, hè? Ja. Nu, Zuurkool, dat suggereert natuurlijk al dat we het hier hebben over surrealisme. Uit welk tijdsbeeld is het surrealisme ontstaan? Het is begonnen begin jaren 20 en dan eigenlijk voornamelijk als dichtvorm of literatuurvorm. En later zijn die groep die werd steeds groter. Dat was natuurlijk in Frankrijk en Spanje. En op een gegeven moment sloten zich ook schilders en beeldhouwers daarbij aan. Nu is dat eigenlijk het bekendst, want iedereen kent Dalí bijvoorbeeld. En, maar het was niet de originele. De originele was dichters en schrijvers. Nu hang je jezelf ook met werken en dit is geen olieverf, het is sowieso geen verf. Nee, het is digitale kunst en zo. Ik maak het van foto's die ik zelf heb gemaakt. Van alles, van mensen, gebouwen, ook graag bloemen en zo. En ik gebruik ook, als ik zo'n Bordeaux, die heb ik zelf natuurlijk niet gefotografeerd. Nee. Dan, die, was maar waar, hè? Dan had je er ook gezien. Had ik wel gewild, ja. Maar wat kun je vertellen, want het is prachtig, hè? Want het is natuurlijk Bordeaux is het, maar het is natuurlijk veel meer. Want hoe zit dat in jouw hoofd, dat je die opbouw daar maakt, waardoor dit mooie kunstwerk tevoorschijn komt? Ja, het groeit vanzelf. Zo, ik begin met altijd wel met de achtergrond, met een gebouw of een straat. Dit is dan in, dat zal wel Las Vegas zijn, denk ik. Hè? En dan ga ik er langzamerhand gewoon dingen op plakken. Ik ben eigenlijk aan het spelen. En dat is ook een deel van het surrealisme. Ze hebben dus automatisch schrijven, automatisch tekenen. En dit is eigenlijk automatisch photoshoppen of zo. Alleen, ik maak uit wat er gebeurt, niet Photoshop. Is dat wat het surrealisme misschien ook kenmerkt? Dat is realistisch, maar dan met een kwinkslag van dat het net niet is wat het zou moeten zijn. Gefantaseerde dingen die je realistisch probeert weer te geven. Dus het is geen abstract of zo. En zo. En, het is ook niet echt gewoon een portret van iemand. Want dan moet je inderdaad bij Willink gaan kijken en zo. Je hebt er een aantal hier meegenomen. Hoe lang blijven de schilderijen hangen, Ton?
Deze tentoonstelling duurt 2 weken, 3 weekenden. Dus tot en met 26 juli. En dan gaan jullie door als heel collectief? Als het goed is gaan we, heb ik net gehoord, in september naar Goes, gemeentehuis van Goes. Nou, leuk, we gaan gewoon door. Want door de, wat Bram toen straks al zei, door de verhuizing heeft het een tijdje stilgestaan. Maar nu, ja, iedereen heeft het toch wel erg gemist. En dan in plaats van 1 keer gaan we dit jaar meerdere keren doen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor de uitleg. En nog heel veel plezier vandaag. Ik hoop dat er heel veel bezoekers komen. Dat is ook mooi. Dank je wel. Bedankt.